Omdat Lenski op het allerlaatste moment moest afhaken met een kuitblessure. En dan RKC. Tony Varela speelt daar in de basis. Hij vervangt Kemi Agustin, die vanwege familieomstandigheden verstek moet laten gaan. U hoort Arno Vermeulen bij FC Utrecht RKC. Silberbauer, Asare Moulenga. Handig gedaan, Boerrichter namens RKC. En wie weet, Boerrichter gaat van afstand schieten. Gepakt door doelman Vorm. Want Utrecht staat verdedigend prima. Dat weten we al lange tijd. Hier op eigen veld al 5 keer geen tegendoelpunt op rij. Vandaag zou het een record kunnen worden. Mertens. Nijholt. Buitens gaat maar zelf op avontuur en vindt daar Moulenga. Prima gedaan. En de redding van de keeper Levita. Eerste echte kans voor Utrecht voor Jacob Moulenga. Buitens. Assare voelt zich als een vis in het water daar achter de spits. Overtreding op Silberbauer. En dat is de eerste gele kaart voor Di Gregorio. Mertens en Nijholt staan allebei klaar. Ze hebben allebei een fijne trap. Mertens doet het en hij zit erin. Dries Mertens kwam dit seizoen als een komeet en zakte ook alweer ver weg. Het is een fraai doelpunt. Veel effect. Levita gepasseerd. Zijn 5e doelpunt. Utrecht snel op 1-0. En dat was het scenario dat ze graag wilden om met het lelijk eentje van de Eredivisie RKC korte metten te maken. Jacob Moulenga en de hoekschop. Het lukt Utrecht nog niet via vloeiende combinaties. Wel de eerste goal uit een vrije trap. Nu misschien uit een hoekschop. Assare, Silberbauer en dan zit hij erin. Metai lukt het niet om die bal van de lijn te trappen. Het schot is niet heel hard van Silberbauer. Maar het is voldoende. Merkwaardige actie van Metai op die doellijn die er toch voor staat om die bal weg te trappen. Utrecht op 2-0, al is het goedkoop. Nesu half. Mulder, dus Lee Mulder. En geeft Nesu zo een herkansing. Hans Mulder. Benschop, bal goed ingespeeld, maar dan de voorzet. Goede voorzet is dat. En dan heeft RKC de pech dat hij die bal er niet in kan koppen. De Keulaar met de kans naar een aardige aanval van RKC Waalwijk. Het regent in Utrecht. Niet dat u denkt dat er sprake is van een nieuwgeboren secte. Moulenga. Keeper moet snel terug. Levita. Duurt nu te lang. Moulenga kon niet kiezen. Als een kind in de snoepwinkel met een kwartje in zijn zak. Van der Marel ruim in het zijnet waar de bal voor de goal moest. Want daar stond Silberbauer helemaal vrij. Di Gregorio. Makkelijk de bal kwijt. De Belg die ook nooit een versterking is gebleken voor RKC. Moulenga bijna. En wel een hoekschop via Metai. Mertens, vallen wat mensen om. Buitens, scheelt niet al te veel. Wapen van Utrecht, Buitens en Schut beide heel sterk in de lucht. Dit keer de Belg en bijna Utrecht op 3-0. Wel weer uit een standaard situatie. De ene vorm op de bank bij RKC. Eddy Vorm, spits van 20 jaar. Het jongere broertje dus van Michel Vorm. Het is gezapig in de Galgenwaard bij die stand van 2-0. Tweede helft, toch al een kwartier oud en eigenlijk niets gebeurd. Balletje gaat een beetje rond. Het publiek begint een beetje te morren. RKC vindt het allemaal wel prima, want die willen hier niet een nog grotere zeepert oplopen zoals de laatste weken al het geval was tegen AZ en tegen Ajax.
Kortom, het is wachten op belangrijke dingen die gaan gebeuren. Nu misschien dan de Keulaar, Varela. Boerichter moet naar zijn linker. Boerichter. Dat is allemaal niet lastig voldoende om de tweede keeper van Nederland het heel moeilijk te maken. Schut. Van der Marel. Utrecht misschien weer eens in de aanval. Utrecht dat geluk heeft dat het vandaag een tegenstander van het niveau van RKC Waalwijk treft. Want als ze serieuze tegenstand hadden gehad vanmiddag, dan zou het wel eens heel anders kunnen aflopen. Moulenga. Van der Marel, van Wolfswinkel, die niet één goede actie heeft laten zien in 73 minuten voetbal. De spits van Jong Oranje speelt een dramatische wedstrijd. Heeft echt geen bal goed geraakt. Utrecht speelde heel zwak, maar was een fractie beter dan het bijna al gedegradeerde RKC Waalwijk. Ja, ik ben ook niet tevreden over mijn eigen spel. En dat staat ook voorop natuurlijk. En, ja, je wil ook je goaltjes maken en je voelt natuurlijk na die 2-0 denk je ook van dus dan hoop je erop dat je gewoon verder vol gaat spelen of dat RKC wat meer gaat komen. Waardoor er meer ruimte voor ons komt en de kansen komen eigenlijk. En ja, die is er eigenlijk niet geen één geweest en daar baal je dan van. Nu ga je van Wolfswinkel daar in één keer op aanspreken. Ik denk dat de tweede helft, dat het hele helft al beduidend minder was. Ja, we spelen inderdaad iets aanvallender, terwijl we wel gewoon hetzelfde systeem spelen. Want daar blijf ik wel meer discussies over houden. Maar oké, vandaag was het gewoon minder. Nou oké, dat kan gebeuren. En als je dan toch nog de 3 punten pakt, dan is dat het enige positieve uit die wedstrijd kan halen. Ik vond wel dat we heel erg onprofessioneel waren. Omdat we wisten dat de kracht van Utrecht is onder andere spelervattingen. Ja, daar geef je de wedstrijd door weg in de beginfase met de eerste en tweede goal.